Hoe gaat het, gasten, kijkers van Fishinator.nl? Vandaag een nieuwe commentary van mij, van Mark, van het kanaal van Honsel Boys. En ik dacht, weet je wat, laat ik eens een keertje wat gaan vertellen op het kanaal van Fish. Hè? Jullie Tony is, laten we er maar gebruik van maken. Nee, geitje natuurlijk. Wat jullie hier op de achtergrond zien, het is een camstrike. Die jullie wel vaker op mijn kanaal zal tegenkomen. Al ga je daar ooit nog een keertje heen. Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ja, in ieder geval, deze camstrike is met de SC2010. En ja, het is al een oude gameplay, maar ik had hem nog staan. En zoals jullie zagen, waren we net erin gekomen toen ik 8 om 1 stond. Ik heb nu 5 kills gemaakt. En ik haal uiteindelijk een camstrike van iets van 3 minuten, 5 seconden of zo. Een korte 3 minuten camstrike. Op strikes is dat redelijk lang, maar ik ben nog steeds van mening dat 4 minuten een beetje de standaard cam is. En dan zit je onder de 4 minuten, is het snel. Zit je erboven, wordt het langzaam. En dan een beetje een limiet van 30 seconden, weet je. 3 minuten, onder de 3 minuten 30 vind ik best een snelle cam. Boven de 4 minuten 30 vind ik nog best wel langzaam. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met welke map. Bijvoorbeeld op Whiteout. Bijvoorbeeld op Strike Zone natuurlijk. Daar is een kleinere map dan Whiteout. En als jij op Whiteout een 5 minuten cam haalt en je bent niet aan het spawn trappen, je speelt bijvoorbeeld solo, is dat best nog wel snel. Dus het is een beetje verhoudingsgewijs. Ik vind in ieder geval een 3 minuten cam prima. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Uiteindelijk ga ik, als het goed is, 72 of 71 om 15. Wat natuurlijk een hele mooie score is. En zeker gewoon omdat ik hier met 2 man speelde. Ik speelde zelf hier zo. En mijn fan Twitter, Tim Ed, oftewel gewoon Tim. Best wel een leuke naam. Ik vind dat knap als mensen hun naam in een gamertag op een creatieve manier verwerken. Zoals Tim Ed is timed, weet je wel. Hij is ook beheerder van onze fan Twitter, Honsel Boys fan. Honsel Boys fans vinden dat hij het hartstikke leuk doet. En in ieder geval nog even shout-out naar Tim. Je weet hoe we het doen, hè? Maar in ieder geval, ik heb ook een onderwerpje bedacht. Oh, het zijn weer de standaard commentaries. Zo heerlijk zijn ze toch als ze weer eens terugkomen, hè? Die standaard commentaries. Want waar zie je ze tegenwoordig nog? Of het is live, of het is ander, of het is speciaal, of het is kut, of het is een normale commentary. Dus laat ik dat maar eens een keertje gaan doen. Want nadat ik jullie al helemaal alles in de stront heb gedrukt over wat voor gameplay het wel niet is. Ja, dan zijn jullie misschien ook wel benieuwd wat deze jongen allemaal te vertellen heeft. Nou, in ieder geval, wat ik te vertellen heb, is dat ik van Honsel Boys ben. En Honsel Boys, dat is een kanaal met van 2 personen. Daarom boys, we zijn met z'n tweeën. Ook al twijfel ik wel eens of Robin nou een jongen of een meisje is. Maar ik heb bij hem in het voetbalteam gezeten en ik kan voor 95% zekerheid zeggen dat het wel een jongen is. Ook al heeft hij af en toe van die vrouwelijke trekjes, weet je wel. Gewoon dat hij, nee, ik heb geen zin, ik heb hoofdpijn en zo. Zulke vrouwelijke trekjes, die hebt die jongen nog wel eens. Maar het andere gedeelte van onze naam, Honsel, H-O-N-S-E-L. Ja, spel is ook lastig zat, lingo. Godverdomme, Lucille Werner nog aan toe. Als we die niet hadden, dan konden we allemaal niet spellen natuurlijk. In ieder geval, Lucille Werner, als je die niet kent, dat is die scheeflopende, manklopende presentatrice van lingo. Honsel staat voor het dorp waar wij wonen. Honselersdijk, een klein dorpje in het Westland. En het Westland ligt onder Den Haag. Het is een gebied waar vroeger en nu nog steeds heel veel glastuinbouw was. Dus de kassen met de bloemen. Ik ging hier trouwens voor een dubbelcam. Niet gelukt. Nog best wel iets van een redelijk striekje. En ik liet me ook gelijk doodgaan zoals je zag. Een redelijk klein gebiedje onder Den Haag. Het is ongeveer, ik denk, de helft van Den Haag zelf of zo. Want Den Haag wordt steeds groter en het Westland wordt steeds kleiner. Den Haag breidt zich uit en Westland wordt kleiner. Maar ja, wij hebben heel veel glastuinbouw. En zoals Erik, die ook toevallig dit kanaal natuurlijk bijhoudt nu van Fish. Zijn ouders hebben ook een glastuinbouwbedrijf in Brabant. Dat gebied in Brabant wordt ook vaak het kleine Westland genoemd. Omdat in het Westland het vroeger helemaal vol stond met kassen. Alle jongeren werken bij ons in de kassen. Ben jij 12, 13 jaar, zoek jij een bijbaantje in de kassen, kan je lekker wat bijverdienen. En zo ben ik ook begonnen in de kassen. Zo zijn er dus echt gewoon bepaalde gezegdes en tradities in het Westland die echt puur Westlands zijn. En dat geeft mij ook wel net zoals dat je nationalistisch kan zijn, heb ik het idee dat ik wel regionalistisch ben. Ik heb het idee dat ik echt heel erg Westlander ben en er ook trots op ben. Dat mijn opa vroeger de veilingmeester was. Die ging aftellen en zeg maar net als die biedingen van 5 euro, 10 euro, weet je wel. Voor een kist met violen bijvoorbeeld. Zo ben ik daar gewoon nog trots op dat hij dat heeft gedaan. En zo ben ik trots op dat ik bij een glastuinbouwbedrijf werk. En dat ik trots ben als zie ik de planten die wij hebben gemaakt in een glastuinbouwbedrijf in de winkel staan. En zelfs zijn onze planten een keer bij GTST geweest. Bij GTST in het programma voor zo'n bepaald straat makeover of zoiets. Onze bolgizantjes die waren daar op tv. En dan dacht ik, nou, ik ben
toch weer trots dat ik een Westlander ben. Net zoals in de zomervakantie alle feestweken die wij hebben in het Westland. Super gezellig, iedereen komt bij elkaar en de eindfeestweek in Naaldwijk heet dan niet voor niets de Westlandse Reunie. Verder hebben we ook echt gewoon dingen van dat de helft van het Westland met zijn achternaam Zwinkels heet. En de andere helft heb er last van, laten we zo zeggen. Dat is ook een uitspraak van het Westland. En dat komt vaak omdat Zwinkels gierig zijn en dat is dan in ieder geval het gezegde. En zo hebben we ook laatst is er een Westlanders Be Like pagina aangemaakt. En als ik het niet zal vergeten, zal ik nog een paar van die plaatjes erin editen. Van ik ga gewoon naar de Facebook pagina ondertussen toe. En dan ga ik er een paar voorlezen zometeen. Maar ik heb echt het idee dat ik echt gewoon trots ben op mijn regio, mijn provincie, zeg maar. En in ieder geval, ik zou graag willen weten, dat kunnen jullie in de comments kunnen jullie achterlaten of jullie ook zoiets hebben met jouw provincie of jouw regio. Want ik heb ook andere dingen gezien van dat er ook van die andere Be-like pagina's zijn, zoals Brabants Be-like, dat soort dingen. In ieder geval, ik ben nu op de Westlanders Be-like pagina aangekomen. Zo staat er Westlanders Be-like pijpen smeren en dan zie je zo'n plaatje dat iemand zo'n pijp aan het inverven is, zo'n verwarmingsbuis in de kassen heb ik ook een keer moeten doen. Kutwerk is dat. Westlanders Be Like. Vroeger toen de flessen nog bruin waren met een Heineken kratje erbij. Want ja, Heineken is een beetje de way to go in het Westland. Dat is ons bier wat wij veel drinken, zeg maar. Heineken, dat wordt hier het meest gedronken. En dan zijn ze bijvoorbeeld ook in andere regio's dat er hier ging dood op een dubbelstreek, dacht ik, met door een maniac. Maar in ieder geval, die heb je ook bij andere bepaalde regio's dat er bijvoorbeeld grols meer wordt gedronken, ook al krijg ik daar buikpijn van en zo. Dat soort dingen. Maar het Westland staat ook gewoon van Heineken en vrijdagmiddag of zaterdagmiddag na het werk. Even een Heineken erbij en zo gaat het bij ons op, natuurlijk ook gewoon op de tuin. En op de tuin, ja, wat wij noemen de tuin. Het is een glas tuinbouwbedrijf. Tuinders, tuin. Ja, zo gaat het dan bij ons, zeg maar. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat bij andere regio's in Nederland zit. Ik weet wel dat bijvoorbeeld ook Brabant en Friesland heel erg trots zijn op hun eigen provincie. Maar ik weet niet of ze daar ook trots zijn binnen een bepaalde regio. En aangezien er natuurlijk op dit kanaal met, ik denk iets van 15.000, 14.000 abonnees of zoiets van vis, ik zou het niet eens weten. Ja, er zijn toch best wel een hele hoop mensen uit Nederland vertegenwoordigd. En de meeste mensen zullen uit de Randstad komen. Dus het gebied tussen Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En tegenwoordig eigenlijk ook Almere. Omdat Almere een van de grootste en snelst groeiende steden van Nederland is. Ben ik toch wel benieuwd of er ook in andere regio's bepaalde dingen echt voorkomen. Dat je denkt van, ja, dat is echt, dat gebeurt puur bij ons in de regio. Zoals ik bijvoorbeeld voorbeelden noemde over mensen die heel veel, dat bijvoorbeeld Zwinkels en Van Dijk hier heel erg veel voorkomt. Dat waar vroeger iedereen in de glastuinbouw werkt en dat er heel veel glastuinbouw dingen zijn. Zo heb je bij Groningen bijvoorbeeld die gas of de Eemshaven zitten. Volgens mij ergens boven in Groningen zit zo'n Eemshaven waar heel veel van de bevolking in werkt of zo. Nou, dat soort dingen. En of je dan ook bepaalde uitspraken hebt. En ik denk dat het wel interessant is om ook om te lezen in de comments hoe mensen daarover denken. En of ze zelf ook zoiets hebben met hun regio. Of dat ze juist zeggen zo van, joh, ik voel mezelf meer een Nederlander. En tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal heb ik zoiets van, wij zijn Nederland of Koninginnedag. Dat zijn echt dingen van mijn cultuur waar ik trots op ben. Of heb je dat kleinschalige met een regio, zoals ik dat heb. Dus namelijk met het Westland en ons dorpje Honselesdijk erin. Want het Westland bestaat uit Honselesdijk, Naaldwijk, Quinshul, Poeldijk, Monster, De Liers, Gravenzande, Heenweg, Ter Heide. En ik zal er nog wel een paar vergeten. Het zijn allemaal dorpjes bij elkaar die dan uiteindelijk de gemeente Westland zijn. En die bepaalde, echt gewoon, hoe noem je dat, bepaalde dingen hebben van zichzelf. Of dat je het gewoon echt totaal niet hebt. Dat kan natuurlijk ook gewoon dat je echt zoiets hebt van, het maakt niet zoveel uit, Nederland. Politiek en zo maakt me ook niet zoveel uit. Ik woon gewoon hier en ik voel me niet een bepaalde Nederlander of een Westlander zoals ik me voel. Of een Brabander of een Fries of zo. In ieder geval, dat lijkt me best wel interessant om te lezen. Dus ik hoop dat jullie ook een leuke comment achterlaten. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Plus een like natuurlijk. En als jullie natuurlijk meer van mij willen gaan zien, dan moeten jullie gewoon eventjes naar mijn kanaal komen. A.k.a. Honsel Boys. Want Honselesdijk, de boys uit Honselesdijk. Nu alleen Mark hier aan het woord. Misschien ook nog een keertje Robin. Als die keertje van zijn luie donder afkomt. En een keertje ergens zin heb om wat te gaan doen. Jongens, zoals jullie merken, daar werk ik toe naar een outro. Want ja, de gameplay zit er bijna op. 190 domination punten. We gaan hier nog een keertje dood. Als het goed is, gaan we nu nog behoorlijk wat kills maken. Even snel op het eind. Huppakee, daar gaan we. Hop, 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 hop. En dan killen we nog meer mensen. Gaan we reloaden, lopen we door. Alles aan de hand. Mick, Max, just zo. Want ik merk gewoon weer dat ik heel mijn onderwerp klaar ben om te behandelen. En er is nog fucking gameplay.
Ja, Mark, als ervaren commentator doe je toch weer fucking slecht. Tyfus mijn rol dat je bent. Nou, in ieder geval, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Laat een reactie achter, laat een like achter. Doe dat voor mij, doe dat voor Fish en doe dat ook voor Lucille Werner. Anders konden we allemaal natuurlijk niet... spellen natuurlijk, godverdomme, en ook niet eens praten. Laat ook een like achter voor jouw gemeente, voor jouw regio, voor Nederland. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik zeg appel en een peer. Tot de volgende keer. Later, gasten.